Nou, welkom dames en heren. Dit is alweer de 5e aflevering van Game of Thrones Reviews. Het is ook de 5e aflevering die we gekeken hebben. En dit genoeg wel de titel, omdat ik het wel heel erg belangrijk vind, de Bells. Omdat het in dit geval wel een hele belangrijk wending is binnen deze aflevering. Ja, een kantelpuntje. Ja, dus trouwens wat ik nu wil doen een beetje is, we gaan over 10 minuten, hooguit gaan we 10 minuten, hooguit misschien. Een paar minuten langer. Dan gaan we het hebben over gewoon over als een review. En daarna gaan we gewoon vooruitkijken. Omdat ja, we gaan nu kijken naar de slot van een hele lange serie. Of we een beetje kunnen voorspellen. Ja, dat is wel even leuk. Hè? Dat is wel kijken hoe goed wij kunnen voorspellen. Want ik vind wel. Niet blijkbaar. Nou, ik vind wel. Want we hadden al aardig voorspeld dat na aflevering 3 dat een Game of Thrones misschien weer zou terugkomen. Dat scenario hadden we wel naar voren gebracht. Oké, maar behalve dat scenario, we hadden het over deze specifieke aflevering. Nee. Het was redelijk verrassend. Ja. Dus er waren toch wel dingen wat die ik totaal niet verwacht had. Nou ja, hoort er wel, is wel weer een soort echte Game of Thrones eigenlijk. Want het is de bedoeling dat je niet weet wat er gaat gebeuren. Maar eigenlijk wat we allemaal dachten van, ze hebben zoveel Scorpions. Die draait het, die is nutteloos. Maar helemaal nergens inderdaad. Ja. Maar dat viel erg tegen. Die waren alleen maar gemaakt voor de effects. Die waren niet gemaakt voor het gevecht. Nee, dat was een beetje jammer. Nee, maar ik bedoel, je had natuurlijk die vorige aflevering, maar dat was achteraf ook logisch. Die draadje was natuurlijk lekker relaxed aan het vliegen. Die werd gewoon makkelijk neergehaald. Plus ze waren met 10 plus schepen tegelijkertijd op één draak aan het schieten. Ja, dan heb je één spervuur. Ja. Nu was het 1-1. Zullen we schieten? Ja. Wow. En ze kwam vanuit de zon als een echte duikbommenwerper. Ja, dat is gewoon heel moeilijk. Zelfs met normale mitrailleurs lastig. Maar dat was de eerste. Daarna bleven ze gewoon lekker rondjes. Ja, maar toen was genoeg blijkbaar. Toen was al genoeg, het waren ze eigenlijk al bang geworden. Dus dat is een beetje. Ja, en die jongens die op die muren stonden, die konden ook niet echt goed richten. Nee, maar laten we dan in het vooraf het begin beginnen. Eigenlijk dat Varys meteen te dood werd voor. Ja, dat niet verwacht. Als ik eerlijk ben. Niet zo snel, nee. Nou ja, er was bijna geen tijd meer over natuurlijk. Nee, maar. Ja, dat is waar. Want op de een of andere manier kwam hij natuurlijk al die seizoenen over van degene die altijd wel ervoor zorgt dat hij overleeft. Ja. En nu was het toch al gewoon een beetje een oefening. Meteen in het begin. Nee, maar dat vind ik wel. Dit seizoen zijn de mensen wat dommer geworden. Misschien komt het door de snelheid van het seizoen, maar er worden wel heel veel fouten gemaakt. Dom en mogelijk wanhopig. Ja. Dus, van het is erop of eronder. Ik doe een gok en ik praat met John. Maar die gok heeft niet goed uitgepakt. Ja, uiteindelijk heeft John dat niet verhaald. Het kwam niet eens door John, het kwam door Tyrion. Maar de respons van John hielp ook niet meer. En Tyrion wist gewoon, omdat Daenerys door had dat Tyrion wist, was het ook voor hem ook een beetje zelf, was ook een beetje overleefd. Hè? Voor hem wel, want hij denkt, als ik nou zo laat zien dat ik wel achter jou sta door te vertellen wat er gebeurt, dan zal ik wel blijven. Ik weet niet of het echt zijn standpunt was. Het bleek er niet. Redelijk shot down. Ze was er niet heel erg van overtuigd. Nee, ze zegt nu wel. Maar dat hebben we dus wel goed voorspeld. Ze is niet echt helemaal gek geworden. Ze is helemaal lijp. Want dat was echt ongelooflijk. We weten meteen hoe dat meentje viel. Het enige wat we eigenlijk misten, dat zij dus ook de stem hoorden van Burnham al. Want dat eigenlijk gebeurde dat gewoon. Dat deed ze wel, inderdaad. Het had zo gewoon gepast. Als zij het ook had gehoord. En dan krijg je eigenlijk, dat is ook echt het moment, ze die bellen. Dat is haar versie van. Dat speelt ook die bellen bij haar in het hoofd door. Ik heb alles doorslaat, alles stoppen slaan door. Ja, want dat gezicht verandert ook helemaal. Dat is helemaal mad inderdaad. Ik snapte het toen ze naar de Red Keep toe vloog. Van dat is. Maar toen begon ze zigzaggend alle burgers. Toen was ik van, nee, dit, je spoort niet meer. Nee. Dus was het helemaal niet nodig geweest. Nee, het heeft echt nul toegevoegde waarde. Ja. En ik snap het niet, ze wil dus, wat ze zei, ze wil veer gebruiken. Maar het is eigenlijk een soort wraak genomen op haar, dat haar vrienden zijn vermoord. En dan heeft ze eigenlijk op de vraag gehouden op de burgers. Daar was het eigenlijk. Want de burgers houden niet van haar, dus dan gaan ze ook weer dood op. Dus dat is een beetje haar redenering. Ja. Terwijl ze daar zelf niet in ervaring over heeft meegemaakt. Ja, want in Essos heeft ze wel mensen gespaard, toen met name al die slaven geholpen. Maar dat zei ze aan het begin ook, hè? Want in Essos kwamen de burgers in opstand tegen de heersers. Ja. Alleen zij, dat waren slaven. Ja. De mensen in King's Landing, sommigen misschien, maar waren niet slaven. Nee, en die waren gewoon bang. Dat vertelde Tyrion ook. Dus ze wilden gewoon niet op opstand, ze wilden gewoon dat overleven, meer niet. Ja, zodra de bellen gaan, stoppen.
Ja, dat was ook nog, dat was ook zijn reden. En toen werd maar ze dat wilden ze echt niet naar luisteren. Toen begon ze. Ja, het leek meer op het tegenovergestelde. Van als de bellen gaan, dan begint de tweede ronde. Ja, tweede ronde, ja. Dan gaan de bommen los. Ja, dat was het meer. Dat vond ik ook de stijl een beetje. Het was ook echt een beetje een soort Tweede Wereldoorlog achter iets. Met een soort echt ouderwetse bommenwerpers die boven een stad aan de bommen aan het gooien waren. Ja, dat klopt. Zo heb je dat gemaakt. En dat zag je. Dat hoorde je ook zo, datzelfde effect. Dat je ook naar boven ziet, mensen naar boven zitten kijken. Dus ik denk misschien dat het een ode was aan die filmmaker. Misschien. Of inderdaad gewoon een manier voor, van de spanning. Ja, voor het effect inderdaad. Ja, dat was duidelijk. Gaan dringen inderdaad. Dat werkte wel in ieder geval. Dat was een goede. Nou ja, The Golden Company. Ja, dat was een waarvoor wij flinke plannen hadden. En hadden we inderdaad hele voorspellingen. Maar ja, lekker niet ook. Een draak stop je niet met gewoon. Nee, en achteraf waren die olifantjes ook niet echt nodig geweest. Had niks toegevoegd. Die renden wel even weg trouwens, uiteindelijk. Dus misschien ja, maar die waren nog verbrand achteraf. Ja, maar achterweg liep toch. Ja, er zijn er wel inderdaad een aantal, maar ja, dan nog overleefd niet. En hun commandant is dood. Ja. Dus, ja. Nee, die was ook niet echt een held. Nou, niet dat hij een held kon zijn, maar... Nee, hij kon weinig doen. Nee, het was niet als John. John ging zo klaar zijn, kom, ik ga wel dood, maar... Ja, maar dit John... Toen met de Battle of Bars. Ja, maar hij vocht voor ze thuis. Ja. Deze fan is ingehuurd. Ja, rot op, gauw. Ja, dat zijn Cersei trouwens ook. Ja, mijn eigen soldaten zijn wel loyaal, dus niet. Ja, maar dat was achteraf, want eerst stond de Golden Company erom bekend van zij vechten uit hardst voor degene die ingehuurd heeft. Ja, dat klopt, maar ja, als de gatehouse waar jij voor staat achter je explodeert, ben je van... Nou vind ik sowieso een beetje apart, als je met het hele leger buiten de muur gaat staan, gaat lekker binnen de muur blijven. Dan heb je een muur ervoor, zou je denken. Ja. Maar ze dacht gewoon dat ze dat is in één keer een trend, want dat deden ze natuurlijk bij The Long Night ook. Dat niet, gebruik je muren. Ja. Maar dat deden ze bijvoorbeeld bij dingen niet. Als je het over een grote belegering hebt, hè? Nou, dat is laten we mooi zeggen, inderdaad, van de natuurlijk Stannis. Diep. Nee, maar als ze gewoon Game of Thrones blijven houden, de Battle of the Blackwater, bleven zij in feite allemaal binnen. Tot ze in de battle... gingen ze naar buiten om de rest af te slachten. Ja. Maar het begint met je blijft binnen en je verdedigt het zo goed mogelijk. Klopt. Het zou logisch zijn geweest. Ja, want daar heb je daar heb je een je hebt muren voor een reden. Ja. Je hebt muren niet om ervoor te gaan staan. Nee. En dan vond ik heel apart Grey Worm. Die was helemaal gek. Helemaal die is gewoon Killing Words. Ja, maar dat is ook puur inderdaad wraaklustig. Maar ook tegenover de burgers. Ja, ook gewoon moorden. En dat was ook iets wat ook met toen in België. Toen op dat moment stond nog steeds iedereen stil. Totdat Grey Worm natuurlijk die speer gooide. En toen gingen al die soldaten. Yay! En ook... De soldaten van Noorden. Alle troepen. Ja. Terwijl John het probeerde tegen te houden. Er was niet eentje die naar John luisterde. Nou, John hield wel een aantal tegen. Totdat iemand van zo'n Lannister soldaat kwam. Of moest hij vechten. Ja, toen liep iedereen door. Mm. En toen was John hield ze tegen. Maar je zag dat die soldaten wel gewoon wilden vechten. Ja. Dat was eigenlijk plunderen. Nou kan ik het deels ook wel begrijpen. Want ik bedoel, de Starks en de huizen van het Noorden zijn nog niet bepaald. Nee, maar hebben nog niet bepaald de beste geschiedenis met Kingsman. Nee, maar überhaupt soldaten in het middeleeuwen, als ze eenmaal mochten plunderen, waren ze natuurlijk los. Dat was gewoon hun feestje. Daarvoor ging je vechten. Nee. Voor dat moment. Dus nee, maar dat is wel een punt. Maar ja, je ziet wel, Davos en John allebei elkaar aankijken. Van nou, dit gaat geen doen. Dit slaat helemaal nergens meer op. Dus ja, zo gaan ze maar. Kijk, eigenlijk, het klinkt heel raar, dus we praten vrij kort over deze aflevering. Maar het is eigenlijk gewoon heel veel gewoon vechten. Het is chaos. Er zit eigenlijk heel weinig. Ja, je ziet wel wat intrigue, maar dat wordt heel snel. Ja, maar wat ik wel nog aan het begin. Ja, wat ik nog wel dan. Wel nu wel meer grote karakters toch wel doodgaan in verhouding met. Dat is waar. Je hebt gelijk in. Toch? Want dat. Ja, dat is waar. Je hebt dan kijk, je hebt dan Jorn. Ja, die voelt. Dat is wel raar, hoor. Dat Jorn opeens uit het water stapt. Ja, maar die was druk. Als jij ziet waar die schepen stonden, dat is een pokken. zwemmen, hoor. Dat was best wel een eindje. Ja, dus. Ja. Maar veel grote karakters om toch, ja, misschien een beetje om ze toch uit. Ja, en ja, natuurlijk de Lannisters, hè. Die wat eigenlijk. Weet je nou nu? Niet episch, vond ik. Iedereen vermoord elkaars armen. Dat was voor Jamie bijvoorbeeld goed, maar voor haar, iedereen verwacht eigenlijk wel dat zij vermoord zou worden door een van de grote tegenspelers. Niet gebeurd. Dat zou dan dus de... Heel veel dinges, heel veel voorspellingen zijn niet... Nee, dat zou de prophecy breken. Ja, dus die is ook niet gebeurd. En natuurlijk Jack Lankenball, dat is wel leuk. Lankenball. Dat was even leuk, was een leuk vechten. Wat ze voor nodig. Ja, en dat was al, heb ze wel een apes gedaan, dat hij toch weer terug in het vuur dondert. Maar nu hem ook ongekeerd. Meeneemt in het vuur. Ja. Zo is hij natuurlijk gecreëerd, ooit als kind zijnde.
Heb je in de fik gestoken door zijn broer. En dat zag ik, daar heb ik die brandwond van. Maar dat dat hebben ze allebei niet overleefd. Dus als iemand me nou gaat vertellen dat de mountain zometeen gewoon weer opstaat. Ja. Dan stop ik ook gewoon met kijken. En ik ben Al die laatste aflevering. Ja, nee. Dan lees ik wel een samenvat van de kilo. Of je kijkt een filmpje dan. Ja, of ik kijk gewoon dit filmpje, die ik zelf opneem. Nee, ja, precies. En dan vertellen wij van, hij stond op. En al die ontzettend allemaal afgemaakt. Dan ga ik even een biertje halen. Maar. Ja. Of hij maakt de draak af. Reed zo door. Dat was een mooi moment geweest. maar dat is dan eigenlijk de grote... Varys dood, Clegane Ball, Lannisters dood. Ja. Hele stad dood. Dat is eigenlijk, er was niks meer over. Dat dienst van wel goed zien, heel veel burgers. Dat hebben heel veel nadruk laten zien. Voor alle burgers. Ja, dat hoe vreed is. Want daardoor is natuurlijk het hele imago wordt van Daenerys nog meer kapot gemaakt. Hè? Om daarin in te zoomen. Nee. En dan haar prophecy komt, lijkt dus uit te komen in ieder geval. Van, hè, dat ze dus de Iron Throne in. We zagen het beeld niet letterlijk deze aflevering, maar je kan je er iets bij voorstellen. Dat is een stukje van de volgende. Nee, dat is wel een punt. Nee, maar ze heeft nu zoveel schade toegediend. De enige mensen die nog bij haar staan zijn de mensen die ze meenam van Essos. Ja. Niemand van. Westeros zal dit accepteren. Dit is behalve natuurlijk die soldaat van het noorden. Heb ik ook aardig meegedaan met het plunderen. Tuurlijk. Ja, maar die zijn niet verantwoordelijk voor 90% van de doden. Dat is maar eentje verantwoordelijk voor. Klopt, dat is waar. Maar ik bedoel alleen voor John, die heeft ook nog wat uitleg gedaan. Ja, maar ik denk dat als die soldaten eenmaal weer op adem komen en buiten de stad kijken, dat zij ook wel denken van. Wat als zij opeens denkt, kom betrekken naar het noorden toe. Ja. En dan ben je ook van, dat is nu wel haar punt. Dus ze heeft dus nu een voorbeeld gesteld. Het hele rijk van, let op, als je tegen mij in opstand komt, dan ga je eraan. En met King's Landing voor alles. Ja, die doet het rest. Dan gaan we toch mee speculeren naar de volgende keer. Wie komt er op de Iron Throne? Ja, laten we eerst beginnen over gewoon... Wie gaat er dood? Ja, ook dat, maar ook gewoon. We beginnen eerst maar gewoon over John's reactie. Dat is natuurlijk wel een hele spannende. Ja, dat was deels in deze aflevering natuurlijk al. Vol verbazing en zeker afkeur, maar dat was vanzelfsprekend. Dit past niet bij John's karakter. Nee, dit was alles wat hier gebeurd is tegen John in. Ja, dus dat hoe hij dit gaat doen, of hij nu echt helemaal tegen de ingaat, of hij gaat proberen in te praten, dat wordt wel een dingetje, wordt dat. Ja. Ik betwijfel het of het nog zin heeft, want je zag dus dat. Daenerys heel erg het gevoel heb alsof hij haar dus ook wel aan de kant heeft gezet. Zij is niet meer om te praten, denk ik. En wat ze ook niet blijken is dat zij totaal een bloedhekel heeft aan Sansa. En dat is natuurlijk wederzijds. Ja. En dat zal de turning point zijn. Dan kan hij niet meer natuurlijk niks meer doen. Jon stelt zijn familie voor. Ik bedoel, zelfs het geheim dat hij eigenlijk Aegon is, kon hij niet voor zijn familie. Nee. Achteraan. En dan ben ik trouwens al één persoon wel vergeten van deze aflevering, en die is toch wel belangrijk nu. Dat is natuurlijk Arya, die uiteindelijk niet door is gegaan met het vermoorden van Cersei. Toch kwetsbaar was. Kwetsbaar was? Eigenlijk wel, ja. Ja, en uiteindelijk het wel overleefd. En nu een nieuw doel heb. Ik denk dat zij nu het doel heeft om onder de huidige koningin nog kleiner te maken. Ja. Zeker als ze merkt dat zij een gevaar is voor haar familie. Ja. Dan zie ik dat wel gebeuren. En het is helemaal interessant symboliek, dat is natuurlijk dat ze wegreed op dat witte paard. En het witte paard staat voor de Pale Rider, dat is dus de dood. Dus zij is vertegenwoordigt de dood, wat zij ook is, want zij dient ook de god van de dood. Ik vond het vooral mooi deze aflevering, dat het toch liet zien van, ze doet zich heel sterk op, maar diep van binnen is ze eigenlijk helemaal niet. Maar dat gebeurt ook bij Sandor. Ook bij de battle tegen de Night King. Ah. Op een gegeven moment was ze ook even doorgeraakt, was even de weg kwijt. Schinkt totdat iemand zei van, not today. Toen was poem, toen was ze opeens weer terug. Ja, en die persoon die had ze vandaag in Sandor. Ja, hetzelfde effect. Ja, maar dan andersom. Maar dit kan weer omdraaien op een gegeven moment. Dus dat ze toch weer, als ze eenmaal doorkomt. Ik weet niet, je zag het niet zo goed bij de heel veel karakters wel, maar ik weet niet of zij dan überhaupt besefte wat er een. Natuurlijk beseften ze wel de verwoesting, maar beseften ze nou eigenlijk wel wat er nou dus. Niet dat het op dat moment belangrijk was voor haar, want ze moest eerst overleven, dat is natuurlijk belangrijk. Ja, maar ze zag wel dat het Daenerys was die aan het verwoesten. Nee, maar gewoon in de zin van. Dat zijn nu totaal fout, want ze hield ze daar totaal niet mee bezig op dit moment. Dus. Hij is alleen maar het overleven. Ja, maar ik denk wel als ze eenmaal terugkomt, dat ze dan denkt, wow,
dat mensen is gevaarlijk. Want... En het feit dat die moeder met dat kind doodging, ja, dat zou voor haar ook wel een flinke dreun zijn. Ja, dat is toch. En het was wel zo, kijk, zowel Arya als Sans allebei samen zien haar als een gevaar. Zien Daenerys als een gevaar, die zien het al aankomen. Ja, ja, ja. En dat wordt ook wel een... Op dit punt ziet eigenlijk de hele wereld haar als een gevaar. Ja, nu helemaal. Ik denk wel dat een beetje dat Arya een beetje zoiets heeft van... deze mensen maken mij relatief weinig uit, denk ik hoor. Want ze liet wel natuurlijk de vorige aflevering nog heel erg duidelijk merken van... we moeten als familie bij elkaar blijven en de North is de North letterlijk. Ja. Dus als, zolang de North niks overkomt, ze wil haar wraak nemen op Cersei. Dat is de enige reden waarom ze nog eigenlijk naar het zuiden ging. Ik denk dat Jon bij haar een keerpunt is. Het een beetje aan wat Danny tegen Jon doet. Ja, er kunnen eigenlijk meerdere dingen. Nou, je kan zien, dit zie je wel, je hebt nu gezien, wat hier gebeurt is de onschuldige mensen dood zijn gegaan. Dat kan een voorbode zijn voor mijn eigen mensen. Dus ja, moet dit uit. Dat kan ze wel bezetten. Ja, 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 ja. Het tweede is natuurlijk dat haar familie. Ook in gevaar loopt voor Sansa. Ja, ja. En zij heeft natuurlijk één voordeel. Zij kan natuurlijk wel sneaky zijn. Ja. En ze kan andere dingen. Hij vermoest zich als Grey Worm. Ja, zoiets, ja. Hebben we het nog niet vaak zien doen? Het was een episch vermommen. Dit had een perfecte tijd geweest om het te gebruiken. Ja, maar hoeft nog niet. Maar nu komt het ervoor. Nu komt het nu. Ja, nee, nu zal ze wel. Ja, ze hoeft niet. Maar, ja. Nee, kijk, nu hoeft het niet. En het is nu gewoon afwachten wat er natuurlijk gaat gebeuren. Want op het moment dat Jon in gevaar loopt, loopt zij ook in gevaar. Want ik denk dat als Daenerys Jon gaat aanpakken, gaat ze de hele familie aanpakken. Ik denk echt wel. Ze zal denk ik het eerst naar Sansa gaan. Waarom ze dat zei met hoed en stem, dat zijn ze nog twee afleveringen geleden. En dat zal ze denk ik ook dingen gaan doen. Ja. Ja. En Tyrion die loopt ook gevaar, want daar komt natuurlijk achter dat die Jaime natuurlijk ontsnapt is. Dus ja. Tyrion is sowieso is in een gevarenzone. Ja, dat ik weet denk ook. Dat ze vanaf nu ook gewoon letterlijk heeft van, ik ben de enige die ik zelf kan vertrouwen. Ik denk dat ze alleen nog luistert naar Grey Worm. Ja. Ik denk dat hij maar Grey Worm zegt niks. Die is zo doorgedraaid. Ik bedoel, ze noemden hem vandaag ook bij zijn echte naam. Ja. Dus ik denk dat die twee eigenlijk nog alleen naar elkaar blijven luisteren. Ja. En alles wat iemand anders zegt. Ja, best altijd ze ook wat ze uiteindelijk zegt. Ik ben een break of the wheel. Misschien was ze alles al vermoord. Alle huizen uitschakeld. Alles kapot. Ja. Ja. En dan zijn Tyrants meer. Alleen ze is zelf eentje geworden. Ja. Ze regeert nu over de as. Ja, maar dat zou ook een stunt zijn. Als het een beetje een Red Wedding achter is. Dat ze dan iedereen naartoe haalt als winnaar. Ja, maar niemand durft nog daarheen te komen. Ja, dat zou kunnen. Nee, maar dat is toch komen, want ze moeten wel komen. Dat ze denk ik al de Great House denk ik allemaal afmaakt. Dat zou een stunt zijn. Ja, want ze gaan natuurlijk iedereen oproepen om... Ja, Bentley. Voor de New Queen. En dan opeens, dan denk ik een soort mafioze stijl allemaal. Moet ze wel eerst even de Red Keep opnieuw bouwen, maar... Nou, dan kan ik alleen de tentje doen om binnen laten komen. Ja, precies. Dus dat... Het is symbolisch, maar ik bedoel, ze zal toch een keer de Koninkrijk moeten... Jawel, maar dat zou wel een stunt zijn als het dat doet. Nou, ik denk dat zij dan liefst nog terug wil naar Dragonstone. Ja, dat is haar familiehuis. Haar familiehuis, en dat is gewoon heel. Dus en daar heeft ze ook al een troon. Ja, en daar is het niet door een beetje gezeten. Nee, maar ervan, ja, denk ik. Maar dat zou kunnen, dat is een keer het hele zootje. Dat is ook een soort bittersweet einde zijn. Ik moet wel zeggen, dat moeten ze aan zien komen. Daar moet, na dit, ben je wel echt blind als je als lord niet denkt van oeh. Ja, maar ik denk, wat doe je? Ga je? Als je niet komt, weet je... Als je gaat, ben je dood. Als je niet gaat, ben je ook dood. Maar ben je later dood. Ja, dat ligt eraan, maar kijk, wat ik nu opper is nog niet zeker dat ze dat gaan doen. Doorn komt, nee, mocht het zo zijn, Doorn komt waarschijnlijk wel. Doorn zal ze ook wel aan het leven waarschijnlijk. Ja, nee, het ding is ook, onze vriend die... Gendry is ook gekomen, die is loyaal. Die snapt het hele spelletje. Het kan zijn dat ze die toch allemaal afmaken, dat zou onstunt zijn hoor. Op het in ieder geval probeert. Ja, nee, dat is... Of het ook lukt is het tweede, maar... Precies, ja, misschien wordt zij dat wel hier afgemaakt. Want het is natuurlijk de vraag van, het waren natuurlijk de droomverhalen, wat Grey Worm natuurlijk vorige keer zei, van als de oorlog voorbij is, dan ga ik lekker terug. Ja, maar dan met Lysandre. Ja, maar die is waar. Ze heeft niks meer om te leven, dus hij is alleen maar te killen. Lysandre is redelijk dood, ja, dat zag je vandaag vooral. Ja, bij die Lannister soldaten die zich overgaven. Dan zag je echt dat hij ook eventjes... Ja, maar hij was gewoon plan. En dat hadden we discussie vooraf over, op de throne room met Tyrion. Die vraagt, ja, ze moeten wel overgeven als de bellen rinkelen. En zij zegt wel een beetje, ja, maar ondertussen kijkt natuurlijk Grey Worm maar van, nou, je weet wat je moet doen. Ik had vermoeden dat ze al altijd al had gedacht van, nou, ik ga het killen. Alleen, ze sloeg helemaal door toen die bellen. Maar toen moest ze de beslissing maken of ze het wel of niet gaan doen. Ja, ik blijf erbij staan dat ze de burgers nooit willen doden. Niet vanaf het...
begin. Het zou kunnen, maar ik dacht... Ze wilden regeren met angst, maar als je iedereen doodmaakt, heb je niemand meer dan bang voor je te... Precies. Nou ja, oké, maar je hebt natuurlijk wel heel veel mensen die bang zijn. Ik wil niet zeggen, koninkrijk bang. Ja, maar je zag aan haar gezicht dat ze niet meer zichzelf was. Dat is wel zo. Dus alleen... alles wat ze daarna deed, dat, ik denk niet dat het voorbedacht te raden was. Dat ze gewoon snapte. Kan, maar ik denk dat, misschien dat ze het al in haar hoofd had. En toen ze denken van, nou, wat ga ik nu nog even doen? En een beetje bam, denk ik, nou, wat fuck. Ja, dat is een beetje... Ze had wel een plannetje, maar ik denk niet dat dit het plan was. Nee, dat zou misschien... Dan zou het wel echt een heel achterlijk plan zijn. Ja, dat is echt een keer. Maar even kijken, volgende week, even voorspellen, ja. Ja, want wat zorgt ervoor dat de bittersweet end, als goed is, zit dat er nog in? Als het bittersweet is, dan gaan niet alle Great Houses dood. Nee. Dat is geen bittersweet ending, dat is game over. Dat is game over, ja. Ik denk dat ze het geven bijna gaan overleven, zowel John als zijn dingers niet. John als Danny allebei gaan doodgaan. Ja, maar wat is het? Wat is ik denk, sweet aan? Nou, ik denk dat Danny waarschijnlijk John zal vermoorden. Of even al, kijk, of Danny vermoordt John en uiteindelijk wordt dan Danny daardoor vermoord iemand anders. En dan neemt een raad van de mensen. Ja, precies. Ja, misschien, en dan nemen een aantal Great Houses nemen samen dan het een beetje over. Misschien onder regie van Tyrion of van. Wordt ook gezegd van ja, Bron. Maar ik denk, of andersom is het dat Jon Snow dingen vermoordt. En dan, en dat is wel interessant, kan het zijn dat hij naar het noorden gaat. Dat hij niet geen koning wordt, maar dat hij naar Noord Verwol gaat. Want daar zit Snow, daar heeft die hond dus meegegaan, of die wolf. Die is niet dood, die zei. Ja, dat klopt. En zei Tormund tegen hem: ja, weet je wat, jij moet ook naar het noorden gaan. You belong here. Ja. Dat hij dan in exile gaat. Ja, nee, dat kan. Want hij wil die troon sowieso niet. Hij wil die troon niet. Ja, en ja, dan is het eigenlijk. Dan kan het weer. Ook, dan kan ook. Dan breekt het spel weer open. Ja, ik had dus het idee, dus bittersweet, dat zij dus wel. Nou ja, zij duidelijk heeft ze gewonnen. Dat blijkt nu wel. Maar dat ze dus inderdaad, waar we het misschien net al een klein beetje zoiets van opperden. Ja. Dat zij dus ook letterlijk dan regeert. Met ook, letterlijk even gek als haar vader feitelijk. Ja. En dat je dus een soort, ik weet niet hoe ze dat zo manier dan zouden doen, maar dat ze weer terug, dat iedereen weer terug bij af is. Dat de War of the Trident weer opnieuw komt. Ja, maar keiharde... Ja, maar dat is geen goed einde. Want een bittersweet betekent wel dat het een goed einde is. Ja, is het, maar je moet het zien als... Kan in een zin, kan het goed zijn. Ja. Daenerys werd natuurlijk gezien al seizoenen lang. Die werd natuurlijk zo gevolgd als een van de hoofdfiguren. Dat zij uiteindelijk op de troon komt, is dus de sweet. Ja. Het bittere is dus dat zij niet de goede ruler is, waarvan we vijf seizoenen lang zeggen, zes seizoenen zeggen, zij wordt een goede heerser. En dat gebeurt dan niet. Of dus is nog een derde optie. Derde opties. Ze wint het wel, maar ze is toch zwanger. En dan sterft ze in de kraambed. En dan heb je uiteindelijk wel een opvolger. En dan heb je alsnog iemand die dan een regent is die het niet normaal doet. Dan heb je een flash forward van 9 maanden. Ja, dat kan. Op een gegeven moment. Dat is. Nee. En wat wel een probleem is. Stel voor dat Daenerys wordt vermoord. Zeg maar door één van uit Westeros. Je hebt nog steeds al die Unsullied en al die doctoraat die nog steeds rondrijden, die gaan ook gek doen, lijkt mij. Ja, of Arya neemt het gezicht van Daenerys en die is dan de ruler. Oh, zo stil zijn, dat ze stil dat stiekem overneemt. En dan zeg ik, jullie mogen nu naar huis. Ik denk om eerlijk te zijn dat Danny... Jullie mogen nu naar huis. Ik denk om eerlijk te zijn dat Danny... Dood je met een klein lekje, dat je bloed op de bal onderweg zou. Ik denk dat Danny doodgaat, dat Jon het overneemt. Ja? Omdat hij plichtsgetrouw toch wel voelt van, nou ja, dit is een puinhoop. Ja? En hij is er deels verantwoordelijk voor. En dat hij dan, of hij regeert onder het bom van, nou ja, King's Landing is aan Gort, maar we hebben wel een goede heerser. Ja. Of hij is degene die er juist voor kiest van, we gaan nu een council insteten of het kan niet langer zo door. En dat hij degene is van, nee jongens, we gaan het zo doen. En dan na een tijdje dat hij gewoon weer terug gaat of naar Winterfell of naar Noorden. Nee, dat is niet zo Game of Thrones-achtig. Ik denk nog juist dat het niet zo politiek afloopt. Dat kan haast niet, toch? Ik denk het wel. Het is juist Game of Thrones. Dat is wel, hoor. Nee. Nee. Ik denk dat Game of Thrones is juist politiek. Ja, nee, dat snap ik wel, maar niet zo... Zo het mooi, zal niet zo vredig zijn. Van, laten we even een raad bijeenstellen en dan gaat alles goed. Het hoeft niet allemaal goed te gaan. Maar het is wel even over. Okay. Ik denk persoonlijk dat John plichtsgetrouw en omdat hij degene is die het toch deels verantwoordelijk is voor deze puinhoop. Nou, het zou denk ik dan om het deels, dus die het ding wat we dus altijd al zeggen, hè, van...
Dat hij zou dan, tenminste, ze zeggen dus ook of, dat was de prophecy dat, noem het ook in de prophecy van Melisandre. Azor Ahai, die zou dan om de Lightbringer te maken, zou hij het zwaard in zijn geliefde steken. Dat weet je wel. Dat is niet uitgekomen. Want de Night King is al weg en daar hebben we dus helemaal zo niet zoveel huur voor nodig. Maar uiteindelijk dus dat Jon, denk ik toch, Daenerys het zwaar zijn zwaard door haar. Dat zou dus wel passen. Dus half, nou maar niet helemaal Azor Ahai, want hij heeft niet de Night King gekild. Maar wel dat in die prophecy vervuld. Nou ja, misschien is hij teruggekomen om de andere grote tegenstander, in dit geval dus Daenerys, om die te doden. Dat uiteindelijk niet Night King was die de grote gevaar was, maar dat hij als redder van het Rijk uiteindelijk het echte kwaad moest vinden. Zou wel een hele plot twist zijn. Het zou leuk zijn. Maar... Ja, of dus dat dan blijkt dat de Night King altijd daarop uit was. Dat zou helemaal wat zijn. Dat de Night King een Stark was. Ja, en dat het zijn bedoeling was, want dat hij wist dat Daenerys heel slecht zou zijn. En dat hij dus alvast... Dat hij daarvoor is gekomen, omdat hij die rode komeet kwam toen dat ze geboren was. En dat hij dat ook deed bij de Mad King. Ja. Nu, omdat hij het nu zegt, is het minder een verrassing als het gebeurt. Dus, en dan zal het ook wel niet gebeuren, want alles wat we tot nu toe hebben gezegd klopt niet. Maar... Dit is ook wel persoonlijk en heel ver gezocht. Dit redden we niet gewoon binnen natuurlijk. Dat Jon Daenerys kan vermoorden, dat zie ik wel gebeuren. Maar dat lijkt me wel... Het zou stunt zijn als je dat doet en opeens zo zwaard gaat branden. Yeah. Dan zie je opeens allemaal knielen voor hem. Dat zou stunt zijn. Maar ja, dan heb je natuurlijk nog de vraag van de draak. Ja, die hebben we ook nog. Gaat hij... die draak dan temmen, want ja, het is ook een Targaryen. Ja, maar die draak is heel erg loyaal aan zijn moeder. Dus dat... Of gaat die draak ook dood? Of iets met dwergenvaren, zou ik dat doen trouwens. Het andere vuur. Wildfire. Wildfire. Maar ze hebben hem opgeblazen. Ja, maar misschien hebben ze een paar vaatjes en poof, de lucht in gaat. Eet maar op, jongen. Ja, ik zie gewoon te sterk van. Ja. Nee, maar het is wel moeilijk. Het probleem is, als je Daenerys vermoord, ben je dan niet van het probleem af. Want je hebt al die troepen nog, plus je hebt die draak die dan een beetje aan de hand. Sully plus de draak. Ja. Dus hoe ze dat gaan oplossen? Heel vreemd. Ik zou het niet weten. Heel vreemd. Nee, ik denk, de veiligste manier is, als zij toch zwanger is, dat ze gewoon doodgaat in het kraambed. Dat zou de veiligste manier zijn om de boel op te lossen. Nee, meestal is dat niet toch een veilige manier. Want wat jij zegt, er zijn nog zoveel mensen die loyaal aan haar zijn, maar dat zijn allemaal een beetje moordlustige figuren. Het zijn niet adel. Nee, maar dat is dan simpel. Dan krijg je weer een Game of Thrones. Nee, maar ja, precies. Want dan krijg je natuurlijk van dat een groepje zegt, ja, maar zij had heus wel dit gewild. En die gaan dan dat doen. Nee, en een ander groepje zegt, nee, maar volgens mij wilde zij dat we iedereen zouden vermoorden. Dan krijg je weer Stark-loyalists, Baratheon-loyalists. Nee, dat ligt een beetje aan in hoeverre of dan nog Jon nog steeds leeft. Als Jon nog leeft, terwijl zij overlijdt in het kraambed. Dan is hij is de vader van het kind. Dus dat is sowieso... Nee, maar als Jon leeft, dan heeft hij sowieso een sterkere claim dan zij. Ja, maar stel voor dat hij dat nu niet claimt, zolang zij nog leeft, maar ze dood is. Dan kan hij dit wel doen. Ja, nee, maar dan heeft dat kind ook geen enkel... Ja, maar dan heb je nog steeds... Die kind gaat opvolgen van Jon. Ja, dat snap ik. Maar dan heb je nog steeds die Dothraki en Sully. Die niks van Jon moeten weten. Precies, maar die zijn loyaal aan het kind. En aanhalingstekens. Ja, maar niet naar Jon. Ja, maar dat... Dus dan heb je nog steeds... Er is geen veilige manier om dit op te lossen. Jawel, nee, want Jon is dan gewoon de vader. Dus dat blijft wel gewoon zo. Nee, maar Sully's hebben niks met Jon. Nee. Dat neemt nu wel heel erg. Dothraki hebben niks met Jon. Die draak heeft volgens mij misschien wel. Ja, misschien wel, want die neemt over. Want het is een Targaryen. Maar tenminste, volgens de boeken was er ook maar letterlijk één Dragon Rider altijd. Hè. Als de draak gekozen had wie de rider werd, tot aan zijn dood. Dat is wel waar. Dat is waar. Dat is nog een kans. Als ze dat van de boeken overnemen. Ja, en zelfs als dat op een normale manier gaat, of hij bindt zichzelf aan het kind, dan is helemaal prima. En Jon geeft graag dat. Die troon af aan het kind. Ik denk niet dat het zo normaal kan eindigen. Ik denk ook niet. De manier dat deze aflevering eindigt en het voorstukje wat wij zagen, dit wordt een bloederige puinhoop. Het is, je moet ook zien, het is, tot nu toe vind ik het verhaallijn redelijk simpel wordt het gemaakt. En wij maken het eigenlijk moeilijker dan het is. Dat is wel zo. Ja. Nee, maar dat is onderdeel van de twist misschien te horen. Ja, dus ik denk dat ze het makkelijk houden. Ze houden het vrij simpel. Ik denk dat ze het simpel houden. Even tegen wat ik nog misschien het allermooiste zou vinden, als inderdaad dan... maakt niet uit hoe het gebeurt, maar dat Daenerys dus wel doodgaat. Ja. Jon wordt dan enigszins de heerser. Ja. Dat zouden dan heel veel mensen nu heel mooi vinden, want Daenerys is dus nu toch stiekem, de laatste aflevering, de bad guy. Want ze moeten kijken hoeveel mensen ze vermoord. En dat Jon dus de heerser wordt. En hij, maakt niet uit, het komt er wel uit dat hij dan inderdaad toch wel
En dat hij dan op het allerlaatste minuut van de hele serie, ja, dat hij dan ook gek wordt. Dat hij ook Burn 'em All, dat hij dat in zijn kop krijgt. Dat is dan de bittersweet end. Nee. Ja, maar ja, is John, niks, jawel, maar dan John is er niks sweet meer aan. Nee, is niks sweet. Wel, sweet is John. John, degene die hij altijd al had gewild dat hij de heerser zou worden, redt het ook. Ook tegen, nog steeds. Want toen je op een gegeven moment dacht van John kan dus heel sterk worden, ging je toch weer een stapje achteruit. Want Daenerys was toch veel duidelijker, de kracht. En dat John dus dat enige, de laatste afleveringen toch weer wint van haar enigszins. Hè, wint of in ieder geval overleeft. En dan blijkt dat John toch niet zo... Ja, nee, maar dat is geen bittersweet. Een bittersweet betekent een goed einde met een... Dat snap ik. Ja, dus ik ben het eens einde met jouw plan, behalve dat hij gek wordt. Ja, dat gaat niet worden. Nee, maar dat zou ik jou het perfecte einde vinden. Nee, wat mooiste was zijn, wat ook kan zijn, is dat hij de Daenerys vermoordt. En dat hij daar ook zelf dood neervalt. Want dan is... Hij is natuurlijk toch door de Lord of Light is hij toch omhoog gehaald. En dat is bij Melisandre. Als de taak voorbij is, kan je ook dood neervallen. So oké, Thanos, rustig. Ja. Maar... Nee, dat zie ik in eerder zitten als hij dan ook in één keer de vlam in zijn ogen krijgt. Nee, dat gebeurt. Ik denk dat het een bittersweet ending is, dat Jon nu wel wint, dat Danny dood is, dat bijna alle bekende personages zijn dood, maar Jon heeft het wel gered. Ja. En hij wil het niet, maar hij is wel de beste keuze die ze hebben. Ja, dan kan het zijn, echt zo'n oude man op de troon zijn. Hij wilde ook geen Commander of the Night's Watch worden. Het was de beste commander die ze ooit gehad hebben. Ja. Hij wilde geen King of the North worden. Nou ja, questionable of hij de beste was. Ze hebben wel de Long Night overleefd door zijn keuzes. Ja, het kan. Want als hij nooit naar Danny toe ging, dan was King's Landing nu Zombie Town USA aan het worden. Ja. Dus het is een geboren leider. Ja, maar ja, het kan. En wat ik zeg, het verhaal heet de Song of Ice and Fire. Dat zou kunnen, maar... Ik denk, op de lijn die ze nu volgen, dat wij het inderdaad veel... Onze speculaties zouden beter in de boeken thuis horen. Ja. Dan in de serie, persoonlijk. Ja, ik denk dat het is heel simpel. Eén of twee maakt elkaar af en dan maakt die andere worden ook afgemaakt. Alleen wat ze dan doen met die draken, met die andere dingen, hoe is dat elkaar doen? Dat zal wel weer, net zoals wij een heel groot punt maken van de scorpions en binnen 5 minuten waren alle scorpions. Ja, nee, zijn ze allemaal vergiftigd, zijn ze allemaal misschien wel allemaal, hey, dat zou kunnen. Dat heeft Arya zelfs ook gedaan met de Freys. Met de Freys, allemaal klein in het drinkwater doen. Dus ze hebben nog een hele zooi met Dragonglass van het noorden. Nou, die werk ook wel aardig op een draak waarschijnlijk. Nee, maar gewoon, het zou natuurlijk heel simpel zijn. Ik bedoel, gaan ook al die troepen overgeven. Oh nee, al die troepen kunnen, ja. Ja, oké. Okay. En zullen we afsluiten? Want we gaan niet meer denk gewoon afwachten, denk ik maar. Ik denk dat Johnny Sneeuw wint. Oké, okay. Ja, Johnny Sneeuw, wie denk jij? Dan ook wel. Ja, ik denk dat ze... Dus ik denk wel dat Daenerys doodgaat. Mijn ding is dat Daenerys doodgaat en dan Johnny geen koning wordt. Ik ga vrij voor de raad. Nee. Dat is mijn... Oké, nou dan gaan we nu afsluiten. Maar ja, je mag altijd nog opmerkingen maken, dat ook. En ja, volgende keer de laatste keer. En dan gaan we kijken wie gelijk heeft. En dan is deze serie alweer afgelopen. Zonde. Op naar de prequel/sequel. Ja, we hebben, als het goed is komen er nog heel veel andere. En dat is al... Het maakt ook gewoon geld. Zo simpel is het ook wel. Dat. Ja, toch? Oké, mensen. Bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende week. Cheers.